Ik wil mijn record verbreken. Ja, ik heb er nu 8. Lekker. 9. Heerlijk. Dit is super leuk gedaan. Dit is echt een leuke minigame. Yo, Nintendo fans. Ik heb weer wat gekke creaties gevonden in Game Studio. Super Mario Galaxy? Serieus? Mario Galaxy. We kunnen met rondje roteren met A liftoff. Dus we moeten ons gewoon zo blazen. Ah, langs alle Galaxy dingen. Sterretjes. Mario is ontploft. Jongens, Mario is ontgeploft. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Mario, ga die kant. Ah, Mario, draai sneller dan. Met je bolle hol. Jongens, als je dit grappige gamepjes vindt, doe dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik proberen om met Wario het parcours af te leggen. Wat nog niet helemaal soepel gaat. Hij laat ook echt allemaal scheetjes. Kijk, hij is gewoon aan het farten. Hij laat een fart en dan lanceert hij zichzelf een bepaalde kant op. Kijk, mop. Oh, paniek, paniek, paniek. Ik heb nog niet alle dingen gepakt. Ik weet niet of dat moet. Ah! Oké, dit is rustig. Dit is een rustig, lekker tempootje, Wario. Ben jij lekker aan het gaan in je galaxy? Ja. Oh, rustig. 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 Heel rustig. Ja, dit is echt heel rustig. Dit is heel fijn rustig. Oké, nu moeten we blijkbaar deze kant op. En dan? Onderlangs. Niet de zijkant aanraken. Niet de bommetjes aanraken. Ja, lekker. Nice. Nice. Ik ben bang. Ik ben bang. Ik ben nog nooit zo ver gekomen als dit. Die kant. Die kant. Ja. Finish. Ja. Mario Galaxy is uitgespeeld. Dit is Super Paper Mario. De jacht op de muntjes. Oh, zijn dit ook muntjes? Dit ziet er wel echt vet uit. Dit is wel echt cool gemaakt. Oh, wacht eens even. Is dit een geheim pad? Oh, oh, oh. Dit is nog niet zo makkelijk, zo'n jumpy. Oké. En terug. Lekker. Oh, en dan moet ik er dus nog 4 hebben nu. Aha, kijk, hierboven is er ook 1. Kan ik via een boom of zo? Nee. Moet hij hier naartoe? En dan denk ik mezelf laten vallen hierop, ja? Hoe kom ik terug dan? Hoe kom ik terug? Ik kan niet in die buis. Dit kan helemaal niet. Eerlijk, dit ziet er mooi uit, maar hoe ga ik dit doen? Of wacht. Is hier iets? Nee, waarom is dit zo onmogelijk? Of heb ik een dubbel jump? Nee, heb ik ook niet. Ik kan hier niet omhoog. Nou ja, wat een stom spel. Dan heb je zoiets moois gemaakt en dan werkt het helemaal niet. Luigi's Mansion. Oh, wow, 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 wow. Oké. Daar was een spooky. Kunnen we deze muntjes pakken? Of zo? Wat is de bedoeling? Ik hoor het geluid dat ik aan het stofzuigen ben, maar... Oh, ghost coming. Oké. Komen nu spookies. Waar dan? Oh, oh, ik kon iets pakken. Oh, wat? Oh! Wow, 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 wow. Oké. Blijkbaar heb ik hier een lampje of zo. Wauw. Oké, wacht, wacht, wacht. Wacht. Ik... Wat een stress! Ik heb gewonnen. Ik heb 7 spoken verslagen en 84 muntjes gepakt. Dit is wel grappig gedaan hoor. Dit is echt leuk gedaan. Kijk, hier kunnen we alle muntjes opzuigen en de spookies. Ja. Kijk, nog meer spookies kapot. Daar nog 1. Ik heb er nu nog maar 2 gepakt trouwens. 3 denk ik, ja. 4. 5. En nu had ik er... Oh, nu heb ik er al 5. Kom dan. 6. 7. Lekker. Oh, daar was een mega spook. Ik wil mijn record verbreken. Ja, ik heb er nu 8. Lekker. 9. Heerlijk. 10. Ja hoor. Hoppakee. Dit is super leuk gedaan. Dit is echt een leuke minigame. Nu hebben we Super Mario Jungle Isle. Kom je mee, Luigi? Nee, Luigi heeft geen zin. Oh, ik kan Luigi ook slaan. Oh, ik kan Luigi niet slaan. Doei, Luigi. We kunnen wel dit slaan. Huh? Oké, pas op voor die banaan. Kan ik hieruit nog? Ik kan hier niet meer uit. Oh, ik kan hier wel uit. Lekker. Ik lanceer mezelf gewoon. Ah! Oké, top, top, top. Paddenstoel. Nee, ik ga niet die kant oplopen, want dan ga ik dood. Misschien moeten we de banaan slopen. Kijk, hoppakee, lekker. Hoe dan? Hoe maken mensen dit, hè? Ik vind het echt bizar. Ik vind het super knap. Kan ik dan nu hier door de buis?
Nou, nu gaat het sowieso weer fout. Of niet? Ik leef nog. Wat is dat voor een stekel, man? Ah! Oh, banaan. Wat een chaos, maar wat leuk gemaakt dit. Wel grappig hoe die Mario er ook uitziet in deze game. Oké, let's go, jump, jump, jump. Pas op voor de banaan. Oh, ik ben weer geraakt door de banaan. Goomba is kapot. Ik moet wel op gaan passen. Straks ga ik nog dood ook. Kan nog maar 2 keer geraakt worden. Die banaan is weg. Lekker. Jump. Oké, oké, jump, jump, jump. Lekker. En door. Auw, ik heb weer wat op mijn hoofd gekregen. Ik ben heel bijna dood. Maar echt heel bijna dood. Rennen. Springen. Wat is dit? Oké, we zijn er weer. We zijn er weer. Pas op voor de boelenbilly. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. En ren, ren. Ah! Oké, oké, ik ben er door. En nu? Hierop, denk ik. Hierop. Banaantje kapot maken. Ah! Besef even dat dit gewoon gemaakt is door iemand zoals jij en ik, hè. Gewoon in dit spel kan je dit gewoon blijkbaar maken. Hoe maak je dit? Ik vind het zo knap. Ik vind het zo knap. Oké, ik ga wel even voor die andere paddenstoel. Oh, oh, oh. Als het lukt tenminste. Spring. En dan hier naartoe. Lekker. Oké, banaantjes lopen. Banaantjes lopen. Nice. Freaking bananen. En nu? Als ik nu dood ga, ga ik huilen, hè. Dan ga ik huilen. Ah, ik wil niet huilen. Ah, ga weg met deze meloenen. Die meloenen raken me allemaal. Pak hem. Oh, ik ben nu echt weer bijna dood, jongens. Nee, ook nog een hamer, man. Oké, dit moeten we goed timen. Nice. En dan... Ik kan hem niet vanaf hier raken. Ik kan hem wel vanaf hier raken. Dan nu daar naartoe. En dan... Ja, zo. Lekker. Lekker. Paddenstoelkies. Die had ik zo hard nodig. Volgens mij zijn we bij de eindbaas. Die bowlingballen aan het gooien is. Donkey Konky. Maak hem kapot. Oh. Maak Donkey Konky kapot. Oeh, oeh. Moeten we op zijn wapen staan? Moet ik voor zijn neus staan? Ik wil hem gewoon slaan. Laat me hem slaan. Ik heb hem 3 keer geraakt. 4, 5, 6. Ja, maar nee, 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 nee. Nee, oké, okay, nee. Dit accepteer ik niet. Dit accepteer ik niet. Ik stond op Donkey Konky's hoofd. Donkey Konky was eigenlijk kapotski. Nee, nee, nee. Dit gaan we niet nog een keer doen. Sorry, ik ben hier 10 minuten van mijn leven mee bezig. Nu is het klaar. Ik heb hem gewoon uitgespeeld. Wat is deze Ditto-aanval? Hey, wat moet ik doen? Ik kan springen en gooien. Oh, 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 oh. Moet ik Ditto's vangen? Wappakee, shiny Ditto, alles. Hier, ik vang al deze Ditto's, jongen. Pak die Pikachu's erachter ook. Oh, 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 oh. Oh, shiny Ditto maakt mij kapot. Vang die Ditto's. Lekker. Shiny Ditto. Kunnen de gewone Ditto's mij ook kapot maken? Of kan alleen shiny Ditto mij kapot maken? Volgens mij kan alleen shiny Ditto mij kapot maken. Auw. Kom op, Ash. Pak die Ditto's, jongen. Tweede Ditto kwam van die kant. Lekker. Derde Ditto. Ja, oké, okay, cool. Vierde Ditto. Oh, die hebben we ook te pakken. Nice. Vijfde Ditto hebben we ook te pakken. Ik ga schuilen voor de shiny Ditto. Oké, okay, oké. Okay, we zitten op 8. We zitten op 8. We zitten op 9. We zitten op 10. Oké, okay, kom maar. We zitten op 11. Er gaat straks één shiny mee pakken, jongen. Daar. Pak die shinies. Die shinies zijn kapot gevaarlijk. Nee. Ik zit op 17 en ik werd gesloopt. Eigenlijk moet ik mezelf gewoon beschermen met normale Ditto's. Dat zou goed werken, denk ik. Oké, oké, 8. Ja, nice. 9. 10. Gewoon blijven staan. Misschien moet ik gewoon wat minder springen. Misschien werkt dat. Oeh, ik moest nu wel springen. Oké, oké, oké. Pak de shiny. 16. 17. 18. 19. Nog 1. Ja! Uitgespeeld, jongen. Lekker gedaan, Ash. Lekker die Ditto's gevangen, vriend. Dit was een game speciaal voor de Discord, mensen. Jullie weten waarom. Zelda in first person. Wow, it's dangerous to go alone, so don't go. Hoe gaan we dit doen? Oké, okay, zo gaan we onszelf beschermen. En met... Ja, oké, okay, ZL is schild en ZR is aanval. Yo, maar dit is wel weer gek, man. Kijk dan, we kunnen deze allemaal kapot maken. Oh, en we kunnen ook zelf kapot gaan. Door iemand blijkbaar. Door wie? Door wie ging ik dood? Was er daar nog een bal? Oh ja, daar was nog een bal. Oké.
Kom op, bescherm jezelf. Nice. Maak hem kapot. Oh, hier is er nog één. Het is wel een beetje ear rape en een beetje lelijk geluid. Maar dat maakt niet uit, want wij zijn Link. Linky. Oké. Ja, dit was het. Ja, leuk gebouwd deze wereld. Alleen je kan niet zo heel veel doen. Dus we zijn er weer klaar. Womp's Fortress. Dit is wel vet gemaakt. Dit is nu al vet gemaakt. We moeten 7 collectible power stars pakken. Als je Mario 64 hebt gespeeld, dan herken je dit eigenlijk wel gelijk. Want inderdaad, Womp's Fortress, dat begint dus gewoon op deze manier. Met van deze blokken inderdaad. Dat heeft diegene heel goed nagebouwd. Oh, we kunnen die blokken gewoon kapot maken. Wacht even. We hadden een soort van leven, denk ik. Ik denk dat het leven nu weer weg is. Dit waren Wompies in Mario 64. Go! En dood. Kan ik gelijk hierop springen? Ik heb gewoon zin om af te snijden, jongens. Lukt niet. Ja, maar dit is ook niet eerlijk allemaal, hé. Dit is veel te moeilijk, jongens. Want hoe gaan we deze jumps nou maken? Zo korte jump en dan nog een keer korte jump? Oh ja, oké. Maar waar zijn de sterren dan? Jongen, moeten we hier over dit randje? Over dat ranchje. Hier naartoe. En dan? Deze man zegt hij zijn 7 sterren hier te vinden. Waar dan, jongen? Nergens zijn hier sterren te vinden. Je hebt dit niet eens afgemaakt. Kijk, hieronder zijn ze ook niet, hoor. Ik had zo gehoopt dat dit vet zou zijn. Helaas. Ik wil even afsluiten met een vet, want de eerste was super vet. Toad's Quest voor Cheerios. Oké, Toad. Kom op, jij kan dit. Toad heeft zijn eigen platformen gekregen. Auw. Stekel in je arie. Oké, Toad. Poging 2. Toad, ga niet dood. Alsjeblieft. Lekker jumpen, jongen. Oké, go. Onderlangs, denk ik. Ja. En dan niet je hoofd stoten. Nice. Oké. Alles voor die Cheerios, Toad. Alles voor die Cheerios. Kijk. Toad love Cheerios. Hij heeft ze gevonden. Hell yeah. Oké, nog eentje dan. Waluigi's. Taco stand. Instructions on the left. Press A to play. Wow, oké. Waluigi gaat hier gewoon taco's maken. Jij wil iets met die, met I, met X en A? X. Doe ik het goed? Ik weet niet meer wat je wil, jongen. Dit is helemaal fout. Ik heb een 2. Mijn rating is een 2. Hij wil 0, 4, 2. Oké. Hij wil 4 sla. Of moet het allemaal op 0 nu? Is dit wat je wil? Moet het allemaal op 0? Nee, oké. Kijk hier. Doe de ingrediënten in je taco. Press B om je taco af te maken. We hadden natuurlijk ook een taco moeten pakken. Oké, dus we drukken op B voor een taco. Oh. Oké, dit gaat lukken. 1 vlees. En dan zijn we klaar. Ja, oké. We moeten dus alles op 0 krijgen en dan op B drukken. Waluigi snapt het eindelijk, hoor. Oké, wat wil jij? Wat wil jij van mij? Jij wil van mij 3 tomaten. Hoppakee, lekker, eet smakelijk, jongen. Oh, we zijn al een 4. Waluigi kan die pro-taco's maken, joh. Hallo, wat wilt u van mij? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. Oh, ben je een beetje ongeduldig? Nou, ga dan maar weg, jongen. Als je zo ongeduldig bent voor je taco, jongen. Doe eens normaal, doe eens rustig. Oké, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Allemaal verkeerde knopjes. Ik kan toch wel een taco verkopen, jongen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Ik druk elke keer de verkeerde knop. Oké, ik ga het nu zo doen. Dan kan ik gewoon even goed kijken. 1, 2, 1, 2. Taco verkopen, ja! Oké. Eindelijk weer een goede gemaakt. Oké, en jij. Wat wil jij? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, bam! Lekker. Ik vind het wel echt leuk gemaakt. Kijk, die achtergrond ook. Echt super cool. Er willen echt heel veel mensen een taco vandaag. Wel fijn dat jullie allemaal om en om komen. Dat jullie niet allemaal tegelijk aan mijn hoofd komen zeuren. Oh, deze wil gewoon een lege taco met helemaal niks. Ik heb wel weer genoeg taco's verkocht nu, hoor. Oké, doei. Dag. En dan sluiten we af vandaag, jongen, met Donkey Konkie. We moeten alle barrels zien te ontwijken en naar boven klimmen, zodat we Donkey Konkie kunnen gaan nakken. Oké. Ik wou gewoon op de trap klimmen, maar... Oké. Dit gaat goed. Oké, en hier springen we hier dan hoger of zo? Wacht even, wat... Ja, die tonnetjes vallen van de...
Kom geen eens voorbij het eerste punt, jongen. Ja, oké. Oh, wacht. Ja, dan ben ik nu hier. En dan ben ik nu weer dood. Wat een drama. Oké, we moeten even de smaak te pakken krijgen, jongens. Zo. Weer te vroeg. Oké, nu gaan we goed springen. Ja, lekker. Oké, hier omhoog. Godzevlots. Dan deze. Kunnen we hier omhoog? Nee, we kunnen niet hier omhoog. We kunnen wel... Oh, nee. Kan ik dit ooit in mijn leven uitspelen? 1, 2... Komt zo nauw dit. Ik denk dat ik gewoon echt voor mijn gevoel op het laatste moment moet springen. Dat het dan goed moet komen. Laatste moment springen, Rick. Oké, laatste moment springen. Lekker. Omhoog. Laatste moment springen. Lekker. Oh, maar dit zijn dozen. Oh, waar gaan die dozen naartoe? Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Dit was zo gemeen. Ze zaten gewoon letterlijk aan elkaar geplakt. Ik word echt belazerd. Deze game is zwaar oneerlijk. Hier word je echt gewoon geflasht in deze game. Oké, jongens. Ik ben al 10 minuten aan het proberen nu. Ik kom niet eens meer op het punt waar ik mijn tactiek wil gebruiken. Dit gaat prima. Dit gaat ook prima. Dan wil ik hierover. Oké, en nu wil ik eigenlijk gewoon hier gaan wachten. Ah! Ja, oh, wow, 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 wow. Ik weet niet wat daar gebeurde. Maar volgens mij was dat niet helemaal de bedoeling. Maakt mij niet uit. Als ik dit haal, ben ik blij. Omhoog. Omhoog. Ja. Ja. Kom hier. Prinsesje. We hebben je. Het is toch wel gelukt. Jongens, ik weet het. Dit zijn de meest random video's. Maar ik vind het lachen. Dus als je dit ook lachen vindt, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En binnenkort hebben we weer nieuwe series. Maar ja, er is gewoon even weinig Nintendo content. Dus tot de volgende video. Mazzel.